ben net live. Online les volgen, be like. Ik ga je missen. Maar na een maand. Ga ik mijn mama toch zien? Oh mijn god. Ja, dag mijn schatje. Oh, Iske. Knibbel. Nog een hoesje. Kei cool. Het is al van maart geleden dat ik Bompa heb gezien. Die doet dat dan ook. Good morning iedereen. En welkom weer bij deze vlog op dit kanaal. Just Jade. Dit zal de laatste vlog zijn dat ik bij Evert ben, want maandag ga ik terug naar huis. We mogen terug naar huis gaan. Ja, eigenlijk mocht ik al lang naar een andere ouder gaan. Maar ik zit hier dus letterlijk vandaag een maand. Het is 10 mei en op mijn verjaardag ben ik naar hier gegaan. De shoutouts van deze video zijn deze twee. Ik ben dus wel excited om iedereen terug te zien thuis. En zeker Larsje. Oh, ik mis mijn hond echt zwaar. Larsje is mijn witte golden retriever. En ik ga nu even mijn gezicht wassen. Het is trouwens echt super warm de laatste dagen. Waarschijnlijk als deze video online komt, is het woensdag en ben ik weer met jullie aan het chatten. Dus shout-out naar jullie allemaal in de chat. Ja, dit is het bad, want de lavabo staat daar, maar die is nog niet geïnstalleerd. Dit is de Sugar Scrub van L'Oréal Paris. Dat is een kiwi scrub. Dit is van Nivea. Dit is een dagelijkse reinigingsscrub. Om mijn gezicht te wassen gebruik ik zo'n natuurlijk sponsje. Nu zie ik er echt lelijk uit. Make-up aandoen, maar ik ga dat niet filmen. Ik ga gewoon een transitie doen of zo. Want in 3, 2, 1 heb ik make-up aan. Boom! Oké, ik heb nu tot 3 geteld, maar hey. Ik maak altijd smoothies met yoghurt en frambozen. Yo! Evertje is er ook. Welkom in de vlog. Hey, hey. Water. Blenden. Ik dacht even dat de batterij liggen. En dan als laatste een yoghurtje. Oh nee! Batterij is plat. Spanje, want welke kartonnen dingen als je wilt. Er zitten nog brokken in. En dit is Kiratje. Yo! Ik ga even een snap sturen naar iedereen. Want met Maura heb ik 60, met Dario heb ik 110, met Iske heb ik 75 en met Evert heb ik, wacht, ik ga het even niet zien, 379, dus dat is al langer dan een jaar, mijn snapstreak. Dus ik ga nu even een foto sturen naar iedereen. Ik ga nu een video bewerken, want die moet binnen 2 uurtjes online. Die video's staan nu trouwens al online, hier of ik denk hier. Hier is de shoplog van de vorige keer en daar beantwoord ik ook een paar vraagjes die wel gesteld waren. Ik heb letterlijk net een half uur geprobeerd om mijn video online te zetten. En elke keer kwam er op 1 uur en 50 minuten of 50 minuten. En ik was echt zo, ja, dat gaat niet meer tegen 5 uur lukken. Ik ben nu live. Kijk, ik zal even dat live filmen. Ik ben net live. Er zijn nu 50 mensen aan het kijken. Yay! Nice. Wij hebben net gegeten. En nu ben ik diamond painting aan het doen. Kijk. Oh, jullie kunnen misschien zelfs al zien van zover welke foto het is. Het is deze foto van Evert en ik. En Evert is te lui om dat af te maken, dus doe ik dat even. Ik ben zo ver geraakt. Oeh. Ik heb mijn rokje echt al veel meer afgemaakt en Evert zijn t-shirt is helemaal af. Wij gaan nu op Netflix Night on Earth zien. Dat is zo een soort van Our Planet, maar Our Planet hebben we al uitgezien. Ja, dat is geweldig, maar meeste mensen denken dat dat saai is. Maar dat is echt hier eigenlijk. Ik ga de vlog hier voor vandaag nu afsluiten. Ik ga nog even aan mijn dagboekstukje opnemen. Goeiemorgen! Is dat je hoofd? Even terug naar je bed. Het is bijna 10 uur en ik ga zo, dat is wel een weekly meetup met de leerkracht via Neuro. Dus hoe iedereen les volgt, ga ik nu even doen. Ik heb een smoothie gemaakt. Ah, die is weer plat. Meestal zet de leerkracht zo een random YouTube video op. Dus er is dus er is enkel de leerkracht nu en 4 mensen. Online les volgen, be like. Nu zijn er al iets meer mensen. Ja, de individuele taken terug opnieuw verdelen. Het is bijna 12 uur en we hebben even pauze met de stufgroep. Ik heb nog een videochat met hun. Afscheid nemen van Evertje. Ik ga je missen. Cutie pie. Ik ga nu nog even naar de post, want ik heb nog 2 zalmdozen van de shoplogs die ik moet teruggeven.
Bye bye, kamertje. Maar na een maand. Kijk, mijn mama toch zien. Oh mijn god. Hier staat mijn autootje. All alone. Leeg daar rond. Dat is super veel wind buiten. Ik weet niet hoe ik mijn doos ga terugbrengen, maar ben ook echt omhoog waaien of zo daar. Ik ben letterlijk net van rook moeten wisselen, want ik ga buiten en echt mijn rok waait gewoon omhoog. Mijn haar is helemaal in de war. Wind is te hard. Dus ik heb een lange witte rok aangedaan. Hopelijk is dat beter. Ik ben net thuis. Mama is nog niet echt klaargemaakt, dus ik zal niet op camera filmen. Oh my god, je bent weer thuis. En hier is Lasje. Hey. Hey, dag mijn lieve jongen. Heb je mij gemist? Oh Lasje, ik heb jou gemist, mijn lieve schatje. Ja. Kijk, het tafeltje is groen. Dat was eerst zoals de tv-kast een beetje. Oh, dat jongen van me. Ja, dag mijn schatje. Oh, Iske. Knuffel. Oh, gemet. Maar je hebt meer schmink dan ik. Je hebt nog schmink, ja. Ja. Ziet er ouder uit als ik. Iske heeft een pennyboard gekocht en Lars denkt al dat we gaan wandelen. Oh, mooi, is op pastel. Nice, maar dat zijn dikke wielen. Ik ben terug op mijn kamer. Oh my god, dat is echt lang geleden. Het was hier super donker, alle dingen waren naar beneden. Ik hoop echt dat er geen spinnen zitten. Mijn plantje is nog mooi heel gehouden. En dan ga ik nu voor jullie een kleine unboxing doen. Het hashtag ja, de teststraat. Zoals lang geleden. Oh my god, mijn achtergrond. Ik heb dus pakketjes van Wish. Totaal niet meer wat erin zit, want ik heb dat echt 2 maanden geleden besteld. Oké, dus dit was iets voor in je haar. Oké, je kunt dat even als armband gebruiken, maar je kunt dat ook als rekker gebruiken. Ik vind dat echt wel heel mooi als je dat als rekker gebruikt. En dat kan ik eventueel ook rond mijn dutjes doen. Ik denk dat deze een telefoonhoesje is. Ja, oh my god. Oh my god, is het wat ik denk dat het is? Ja! Oké, eigenlijk mag ik deze niet online zetten. Ik hoop dat Eve niet gaat kijken. Want dit is een cadeautje voor mij en Evert. Ik heb dus 2 telefoonhoesjes besteld. En dit is die voor mij en dit is die voor Evert. Kijk, we hebben allebei een andere gsm. Hier zit zijn camera, hier zit die van mij. Oh, dit is echt super cute. Heb ik hier nog iets. Nog een hoesje. Oeh, oh my god, die is kei cool. Wauw, ik was helemaal vergeten dat ik deze had besteld. I know what's in there. Is voor mijn hobby. Die ik buiten YouTube doe. Dus misschien, sommigen van jullie zullen misschien weten wat dit is. Maar dit zijn dus hoops. En dat doe je dus rond kleding. Dus ik zal even de kleinste pakken. Ik dacht nu wel dat de kleinste wat kleiner ging zijn. Dus je doet dat open. Dus dan moet je dit onder een t-shirt steken. Dit erop. Zodat die t-shirt heel gespannen blijft. Dus dan zet je deze hoop erop. Handig. Daarvoor deed ik dat zo met bekers. Deed ik zo rekken rond die beker. En ik had deze gezien op Wish. Ik heb online gezien, maar dat kostte echt zo 30 euro. En deze was volgens mij echt zo 13 euro voor die allemaal. Ik heb nog een Zalando-doos. Ja, wel. Het is bijna 1 uur. Ik moet direct gaan werken voor school. Oeh, oh, misschien kan ik hier nog een shoplog mee doen. Oh, zo'n geruitrokje. Voor de nieuwe subscribers die mijn kamer nog niet hebben gezien. Even snel de tour. Die is wel een beetje rommelig nu. Maar dus, mijn tv'tje. Hier is mijn set waar ik altijd opneem. Mijn 100k hangt er nog toen ik op TikTok 100k had gehaald. Dit is mijn bureau. Nog een paar kaartjes voor mijn verjaardag. Mijn bed. Nachtkastje en nog wat plantjes. En hier is mijn schapencollectie. En 2 spiegels. Waarom niet? mijn parfumset. En daar hangen allemaal leuke handtasjes. En ik hoop dat we ook niet hier gaan verhuizen, want de kamer bij mijn papa, dus waar de muren zo wat paars-lilachtig zijn, ga ik dus jammer genoeg verhuizen. En misschien ook van hier. Ik wil echt nog niet verhuizen. Ja, deze is nog niet zeker. Ik hoop echt dat we hier blijven. Laat alvast een reactie achter met de hashtag Justice. Wij gaan even naar Bompa. Ja, ik heb weer een andere rok aan. Want die witte zat niet goed. Ik heb echt al 3 keer van rok veranderd vandaag. Ik ben echt super benieuwd om Bompa nog eens te zien. Want echt, dat is al van maart geleden dat ik Bompa heb gezien. Want die is hier echt zo laatste keer komen eten toen het echt zo net bezig was. En ik zei toen nog tegen hem van ja, dat is zo gevaarlijk hè. Ik wil niet dat je dat krijgt. En dan hebben we hem niet meer gezien. En dit is het hoesje dat ik nu even gebruik. Toch gezien van Jana zijn deur, zeg. En dat was helemaal afgebrand. Mooi, zo stuur aan het ontsmetten. Riekt nogal. Wij gaan naar Bompa. Mama en ik reden net bij
weg. En er staken zo eentjes over, dus die auto stoppen zo. Maar die auto voor ons had dat niet gezien, denk ik. En die reed gewoon die moeder eend aan. En al die andere eentjes waren daar nog achter. Maar ja, dat was er kei druk. Ik weet dus niet wat er met die andere eentjes gebeurt, maar ik was wel even keert in shock. Ik heb vorige week. En we gaan straks eens zien of dat de kleine eentjes er de grond lopen. Want ja, anders kunnen die misschien niet overleven. Zijn we, Bompa? Moet ik poort toe? Bompa? Ja. Ja, ik zal even buiten blijven staan, hè, niet? Vogeltjes. Kijk ook cute. En die kunnen hier ook zo. Kijk, oh, daar liep er net eentje tussen. Oh my god. Oh, mama en ik zijn allebei nog niet goed van die eend. Oh, we die echt zo zien aangereden worden. Oh, ik kan er echt niet tegen. In de gracht of zo. Oké, we zijn aangekomen en de kleintjes liggen niet in de gracht. Dus we gaan eens even kijken waar dat ze misschien zijn. We vinden de kwakjes niet en de mama ligt daar. Oh. Ik weet niet of jullie... Ja, daar. Ik ga het niet van dichtbij laten zien. Als we die kleine eendjes kunnen vinden, kunnen die misschien naar de dierenbescherming brengen. Ik ben nog even aan het praten met Evert over de eendjes. Hihi. Hey. Why are you so obsessed with me? Boy, I wanna know. We hebben dat ineens in ons hoofd. Everybody knows. Wij gaan voetballen met Lasje. Ja, amai, amai. Ben je weer... Ik kan de camera. Lijst niet mee. Oké, dus Iske was het proberen foto's te maken van mij en Lars. En ik roep Lars, ik zeg zo, kom, kom, kom. En ik had zo een armbandje aan dat zo half open is. Dus Lars komt in volle vaart naar mij en met zijn staart drukt hij dus gewoon de armbandje van mijn arm. En ik zo, oh mijn god, hij is weg. En Iske dacht dat ik dat al eerder verloren was, maar lag hier echt ergens in het gras. Die doet dat dan ook. Als Lars ziet, wil het luisteren. Zit, blijven zitten. Dit was het dan voor de vlog. Het is alweer de dag erna, want ik was vergeten afsluiten. Reageer alvast met het woord vlogsquad. Zo weet ik dat jij heel deze video hebt uitgekeken. Dat jij gewoon geweldig bent. En zo weet ik ook dat ik meer vlogs moet maken als jullie dat leuk vinden. Vergeet niet te reageren met de hashtag Justice. Voor een shout-out in mijn volgende video. Die komt op zondag. Ik hou van jullie. En dan zie ik nu... Toedeloe! Ik hoop dat jij deze video leuk vond. Druk op dit bolletje om te abonneren. Dat zou me heel blij maken. En naast het abonneerknopje staat ook een belletje. Daarop kan je klikken en zo ontvang je elke keer een melding als ik upload.